Het nieuwe winkelcentrum in Amstelveen trok tegen het einde van het jaar meer bezoekers dan ooit. In korte tijd heeft het tot ver buiten Amstelveen bekendheid gekregen. De middenstand, die reeds alles doet om kopers te trekken, was extra verheugd dat in verband met de opening van een nieuw bijkantoor van de spaarbank voor de stad Amsterdam de kerstman was gekomen. Op een arreslee die bij gebrek aan sneeuw wel op wieltjes vooruit moest, deed hij zijn intocht. De kleintjes keken wat verbouwereerd naar de kerstman, wiens verschijning in ons land een grote zeldzaamheid is. Maar toen hen werd uitgelegd dat hij een neef van Sint-Nicolaas is, waren ze spoedig gerustgesteld. Boze tongen beweren dat het incidentje dat zich voordeed door een ondergedoken Zwarte Piet is veroorzaakt. Dankzij het kordaat ingrijpen van de politie kon het gevaar worden gekeerd, maar het kostte toch heel wat moeite de paarden van de kerstman weer op hun gemak te stellen. Amstelveen is er zeker in geslaagd een bijzondere sfeer op te roepen.